Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn: bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden. Wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heere heeft gesproken. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van een last, de stok op hun schouders en de knuppel van een slavendrijver hebt u verbroken als eens op Midansdag. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed, zal verbrand worden voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Thank you.
In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging bij haar weg. Thank you.
In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En ze kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ze riep met luide stem en zei, gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je buik. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar huis. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden.
Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen zij er waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Thank you.
En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van hemelse legermachten die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Thank you.
En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen ze het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, moest hem de naam Jezus gegeven worden, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Thank you.
En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere: een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders van het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen en loofde God en zei: nu laat uw Heere uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om het volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen en had haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En zij was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende. En ze kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. En ze sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen ze alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar de stad Nazareth. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op hem.
U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op een standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken.